Hallo en welkom bij Pauls Molotreinstof. Vandaag de Mehano Prestige Alstom Lint 41. Ofwel de T294. Zo, het gaat hier om een, zoals de doos al zegt, de titel zegt, een lint. Dit was een van de terreinen die ik nog niet had. Dit is de Synthes variant. En dit is degene met de jazz artiest. Ik kan het niet zo goed lezen. Gaat hierbij om een treinstel dat aan elkaar vast zit. Onderdelen zitten er ook nog bij. En het regent heel hard buiten. Misschien is dat dadelijk te horen op de camera. Deze is dus net als de Vliegende Hamburger en de DE2 in één geheel. Is niet makkelijk uit elkaar te halen, in ieder geval voor het opbergen. Dus een vrij lange doos. Hij heeft frontverlichting, sluitverlichting en dit is de variant waarbij de lijnen hier goed doorlopen op de neuzen. Ik vind hem er verder goed uitzien. Hij is nu analoog. En om hem open te maken moet je twee schroeven losmaken. Deze diepe. En ik maak nu alleen de motor even open. Het andere treinstel is eigenlijk hetzelfde als het motortreinstel qua opbouw. Alleen mist dus hier de aandrijf en de motor, maar het is hier ook gewoon open. Nou, deze moet ook los. De schroef hier is vrij stroef, moet ik zeggen. Even kijken of hij al helemaal uit is. Met name met het in elkaar zetten, merk je dat die, ja, je kunt eraan blijven draaien lijkt het, maar als hij vast zit, merk je wel degelijk dat hij vast zit. Zo. Nou, de binnenkant. Zoals gezegd, deze hier is identiek, maar dan zonder de elektronica en zonder de aandrijfschacht. Hier zit een simpele motor in, een stukje schildertape, wat wel jammer is. En om deze te digitaliseren heb je een 21 pin stickholder nodig. Dat is goed, volgens mij 21. Dit is in ieder geval de placeholder om op te zetten zodat de verlichting werkt en de motor draait. Maar hier heb ik de decoder. 24 pins is eigenlijk met name voor het geluid. Er zitten een paar extra functies op, maar het is niet zo heel spannend. Ik heb hier een LogPilot 5. Ik had een LogPilot standaard willen hebben, maar die waren op. En als het goed is, hier aan deze kant zit één pinnetje minder, hier zit één gaatje minder. Dus hij kan er maar op één manier op. En dat is zo. Dat zou genoeg moeten zijn om hem digitaal te laten rijden. Standaard zal deze op adres 3 staan bij de meeste ESU's in ieder geval. Programmeren. Ik ga hem eerst gewoon laten rijden, kijken dat alle functies werken. En ik ga hem later afstellen op de snelheid, kijk even hoe snel zo'n ding in het echt rijdt. En daarmee ga ik hem aanpassen dat zijn maximum snelheid daar niet overheen gaat. Die bewaar ik, die kan opzij.
meer spoor erop. Zo, deze goed. Deze goed. Deze zit nu ook goed. Ik ga eventjes programmeerspoor aanzetten en hem programmeren. Misschien ook nog smeren. Allemaal niet zo spannend. Ik hoop dat ik hem dadelijk een rondje kan laten rijden op de baan. Bedankt voor het kijken. Like, subscribe en tot een volgende keer.